Nou, de wet werk en zekerheid is een wetgeving die uiteindelijk na lang beraad is goedgekeurd door de Eerste Kamer. En nu met de ingang van 1 januari 2015 in werking treedt. Het komt er eigenlijk met name op neer dat de rechtspositie van flexmedewerkers verandert. Dat het ontslagbeleid, ook het arbeidsrecht eigenlijk overhoop wordt gegooid. De WW wordt overhoop gegooid en dat heeft behoorlijk wat consequenties voor ondernemers. En ja, in relatie tot kosten is het ontzettend belangrijk voor de ondernemer om te weten van wat houdt die wetgeving in. Welke stappen moet ik zetten om te voorkomen dat ik nog meer personeelskosten krijg. Zieke medewerker is sowieso al een enorme kostenpost. Geeft ook veel werkdruk. Maar stel dat een van jouw drie medewerkers ziek is. Nou, dan moet je eens voorstellen wat voor impact dat heeft. Het kostenplaatje wat ik net al zei. En als je dan kijkt naar de transitievergoeding die in plaats van de ontslagvergoeding komt voor werknemers die uit dienst gaan, dan geldt dat dus ook voor de zieke medewerkers. Tot op heden is het zo dat een ondernemer heeft een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Dat is al een behoorlijke tijd natuurlijk. Daarna kun je relatief makkelijk afscheid nemen van die medewerker op het moment dat er geen reïntegratiemogelijkheden zijn. Mijn ervaring is dat dat met de vaststellingsovereenkomst gebeurt en klaar. Nu zegt de nieuwe wetgeving, ook die zieke medewerker, die al een enorme kostpost is geweest, die al voor de werkdruk heeft gezorgd en vaak de nodige frustratie, ook van de medewerker zelf, krijgt dus nog eens een transitievergoeding. Mijn belangrijkste advies is, voorkom ziekteverzuim. Ik ben er echt van overtuigd dat heel veel ziekteverzuim of is te voorkomen, omdat dat toch vaak werkgerelateerd met motivatie, burn-out, allerlei psychologische aspecten te maken heeft. En zorg in elk geval, als iemand zich ziek meldt, ja, dat je er heel actief mee aan de slag gaat. Nu is het zo dat gaat veranderen, hè, dat de ketenregeling, dus eerst kon je zeggen van nou, ik heb 3 contracten in 3 jaar. Dat wordt nu 2 contracten, of pardon, 3 contracten bijvoorbeeld in maximaal 2 jaar. Dus dat wordt verkort. Daarnaast is het zo, om wat meer rechtsbescherming te geven voor de flexmensen, dat een contract korter dan 6 maanden, daar mag geen proeftijd in staan, geen relatiebeding, geen concurrentiebeding. En een contract wat langer dan 6 maanden duurt, maar toch een flexcontract is, heb je de verplichting als ondernemer om een maand van tevoren aan te geven of je al dan niet doorgaat. De laatste grote verandering, en daarvoor zie ik ook wel enige problemen, dat ondernemers zich daar gewoon totaal niet van bewust zijn in het drukke ondernemen natuurlijk. Dat een transitievergoeding, oftewel ook een vorm van een ontslagvergoeding na einde dienstverband, ook geldt voor de tijdelijke medewerkers. Dus kortom, ja, er staat nogal wat te veranderen. En het is met name, ja, op zich, er is prima mee te dealen. Maar hou er als ondernemer wel echt rekening mee. En zorg ook dat het geïntegreerd wordt, ja, in je HR-processen.